vandaag een video over boodschappen doen. Hallo iedereen en welkom in deze video die gaat over boodschappen doen. Op het eerste plaatje zien we een vrouw, een dame, en zij gaat naar de winkel. Hier staan de winkelkarretjes. Winkelkarretjes. Dit is een reclamebord. En dit is het poortje waardoor je naar binnen gaat in de winkel. De vrouw loopt naar de winkel. Zij loopt naar het poortje. Zij gaat boodschappen doen in de winkel. Op het tweede plaatje is de vrouw in de winkel. De vrouw is in de winkel. Zij is bij het fruit. Het fruit. Sinaasappels, bananen, appels. En nog iets anders, maar dat is niet zo duidelijk. Het lijken mij meer komkommers dat het zijn, maar ja, de plaatjes zijn in zwart-wit, niet in kleur. Wat koopt de vrouw? De vrouw koopt bananen. Bananen. De vrouw heeft een winkelmandje. Een winkelmandje. Op het eerste plaatje zagen we een winkelkarretje met wieltjes dat kan rijden. Een winkelmandje heeft geen wieltjes, dat kan niet rijden. Dat moet je dragen of met de hand vasthouden. En de vrouw koopt bananen. Wat koop jij in de winkel? Ga jij soms naar de supermarkt? Hou jij van bananen? De vrouw koopt ook appels. Zij koopt 3 appels. 1 appel, 2 appels, 3 appels. De appels liggen op de weegschaal. Dit is de weegschaal. Hier moet de vrouw aanduiden wat er op de weegschaal ligt, wat ze koopt. En dan komt hier het bonnetje uit. Normaal moet ze de appels in een klein tasje doen of in een plastic zakje. En daar kleef je dan dit bonnetje op. En dan weet men bij de kassa hoeveel je moet betalen. We gaan naar het volgende plaatje. Op het volgende plaatje is de vrouw op de broodafdeling. Dit is brood. Ja, ook dit is een brood. Een rond brood. En de vrouw koopt een brood. Ze heeft een brood in haar hand. In het winkelmandje liggen de bananen. De appels zie ik niet in het mandje. Ik zie alleen de bananen. En de vrouw heeft een brood in de hand. Hou jij van brood? Vind jij brood lekker? Waar koop jij brood? In de supermarkt of bij de bakker? Op dit plaatje zijn we bij de zuivelafdeling. Zuivelafdeling. Zuivel is alles wat te maken heeft met melk. Bijvoorbeeld melk, yoghurt, frisdranken die bestaan uit melk, andere melkproducten. Dat die je kan drinken, dat is zuivel. De vrouw neemt een pak melk. In het mandje van de vrouw
zie ik de bananen en het brood. Ik zie niet de appels. Ik zie alleen de bananen en het brood. En de vrouw koopt melk. Dan is de vrouw klaar met winkelen en zij gaat naar de kassa. Bij de kassa legt zij de artikelen op de band. Ik zie het brood, de bananen en de melk. Maar ik zie weer niet de appels. De vrouw betaalt voor de boodschappen aan de kassadame. Betaal jij in de winkel of in de supermarkt? Betaal jij cash, met cashgeld? Of betaal jij met kaart, met debitkaart, met creditkaart? Beide zijn mogelijk. Heel vaak wordt er met kaart betaald, maar soms betalen mensen ook nog met cashgeld. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden, interessant vonden. Hebben jullie vragen, zet ze in de comments hieronder. Vind je deze video leuk? Geef me dan een duimpje. En abonneer op mijn kanaal als je niks wil missen. Ik zet elke vrijdag een nieuwe video over Nederlands-Vlaams online. Bedankt voor het kijken en tot in mijn volgende video.